Play rough is super effective. Ik ben gewoon niet sneller. Ik had zo gehoopt dat ik sneller was. Yo, Nintendo fans. Welkom bij deze nieuwe Pokémon Shining Pearl video. En ik denk dat er heel veel gaat gebeuren in deze video. Als je daar zin in hebt, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want we moeten deze gym gaan fixen. En in deze gym dacht ik dat er allemaal ijstype Pokémon liepen. Maar er lopen blijkbaar ook water Pokémon en een steel-type Pokémon als je de vorige aflevering hebt gezien. Laat even in de reacties trouwens weten wat jouw favoriete ijstype Pokémon is. Ik denk dat ik toch voor Articuno zou moeten gaan. Of voor Glaceon. Of wie heb je nog meer? Bommesnow is ook lachen, ja. We moeten nu dus tegen Snover, de voorevolutie daarvan. Laat het even weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Dan gaan wij even afrekenen met deze Snover. Hop, ziek idee. In één keer, uiteraard. Ja, het is wel goed dat wij deze Pokémon als starter hebben gekozen hier. En we gaan lekker met Infernape. En we gaan trouwens lekker met het hele team. Ik ben super blij met mijn team. En ik denk dat mijn team ook niet meer gaat veranderen. Tenzij er een hele vette Pokémon langskomt op een gegeven moment. Maar dat denk ik niet. We moeten hier dus naar beneden elke keer om al die sneeuwballen daar weg te halen. Laat ik dan maar gelijk even met deze trainer hier battelen. Ace trainer. Yes, hiya. Heeft Quagsire. Kijk, dat bedoel ik. Dit is zo random. Opeens een Quagsire. Oké, ik ga close combat proberen. En dan hoop ik dat dat genoeg is om Quagsire te slopen. Ja, lekker. Ik ben heel benieuwd naar de gymleader van deze gym. Gerrit gaat ondertussen naar level 41. En dan gaan wij eens even op jacht naar al die sneeuwballies. Oh, deze moet ik ook weg. Oh, maar dat gaat alleen niet zo. Oké, dit gaat wel even duren, denk ik, jongens. Hoe gaan we nou al deze sneeuwballen allemaal weg zien te halen? Kan nog hier naar boven en dan hier naartoe. Dan kunnen we hier naar beneden, dan kan die weg. En vanaf hier kan ik natuurlijk ook weer wat sneeuwballetjes weg gaan halen. Ik kan namelijk gewoon hier vanaf en dan zo... Hoppakee, dan hebben we die twee ook weg. Oh, we kunnen hier naar deze hoek. Kunnen we deze trainer verslaan? En dan moet je even uit de weg, jongen, denk ik. Maar ik denk niet dat hij aan de kant gaat. Want dit is Anton aus Tirol. Autoen sind seinen Snover. Die waren wij heel erg slopen met mijn Monferno. Infernape bedoel ik weer. Nou, we moesten tegen Anton. Toen moest ik aan dat liedje denken. Sorry jongens, ik kan er niks aan doen. Zo gaat mijn brein nou eenmaal. Mijn brein is af en toe niet te volgen. I know. Dan begin ik opeens onzin uit te kramen en zo. Dus ik denk, leg het maar even uit waar dat vandaan komt. Oh ja, Anton aus Tirol. Ik heb je verslagen. Kan jij misschien eventjes aan de kant gaan voor mij? Nee hè, dat dacht ik al. Dat doe jij niet. Nou, mooi verhaal. Moet ik dan hier naar beneden glijden zo? Oh, kijk ja. Kijk, nu kan ik hier ook weer een sneeuwballetje weghalen. Alleen die middelste sneeuwbal, die is er dus nog. Hoe kom ik boven? Hoe gaan we deze sneeuwballen weghalen? Oké, als ik nou hier naartoe ga, hè? En dan hier naartoe? Nee, dan kom ik weer hieruit. Als ik dan zo... Nee, dit werkt ook niet. Dit is voor het eerst dat ik een lastige puzzel vind in een Pokémon game, jongens. Oh, kijk. Oh, kijk, ik heb die middelste nu weg. Gehaald. Ik kwam hier terecht, toen kon ik de middelste sneeuwbal weghalen. Moet ik dan gewoon de trap aflopen of zo? Nee, loop nou niet naar buiten. Waarom loop je naar buiten? Nu moet ik alles weer opnieuw doen. Ik wou alleen testen of dit lukte, dat ik vanaf hier zo deze sneeuwbal weg kon halen. Ja, poep, nou moet ik dus alles weer opnieuw gaan lopen doen hier. Ik was net klaar. Ongelooflijk dit. Oh, wacht, kan ik dan via de zijkant, dacht ik. Misschien kan ik dan zo zo'n sneeuwbal weghalen, maar nee, ook al niet. Vanaf hier, kan ik hier wat weghalen? Ja, wel die middelste, nee, die onder. Eerste twee. En dan kan ik zo dus die middelste weghalen. Oké, we hebben dit weer voor elkaar. Oké, wat gebeurt er als we hier naar beneden gaan? Oh, dan komen we hier terecht. Oh, dan komen we bij deze trainer terecht. Oké. Maar dit is volgens mij nog niet wat we willen. Maar goed, dan hebben we haar in ieder geval ook verslagen. Tenminste, we moeten er nog verslaan. Maar ik denk dat dat wel moet gaan lukken. Kijk, hij kan wel stoer kijken. Het is niet zo. Je kan wel zo staan met je armen over elkaar. Maar ja, je gaat natuurlijk niks beginnen tegen mijn Infernape. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Donald, naar leveltje 43. Nu moet ik tegen Tentacruel. Nou, zal Tentacruel wel wat Poison-type moves hebben. Maar ik ga toch proberen om dit met Jaws te doen. Ik wil dat Jaws even die XP gaat pakken namelijk. Het is blijkbaar ook de eerste keer dat ik een Tentacruel tegenkom. Een Tentacruel doet Bubble Beam en dat mag natuurlijk voor mij. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Ik doe een grasknotje op zijn hoofd. Oh ja, omdat hij natuurlijk ook... Ja, omdat hij natuurlijk ook een Poison type is, is dat dan niet super effective. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik had hier gewoon toch Simba moeten gebruiken. Ik probeer nog even een bite te doen. Oh, dat doet hem op zich wel pijn. Dan zou ik hem denk ik met nog een grasknotje kunnen slopen. Kijk, Sludge Bomb. Dat vind ik niet cool. Ik zei het al. Hij heeft waarschijnlijk ook Poison type moves. Wat niet zo chill is. En dat deed ontzettend veel pijn. Maar we hebben Tentacruel verslagen.
Dus dat is gewoon goeie. Jij verdient een hyper potion voor die moeite. Oké, okay, en nu? Wat nu? We kunnen deze sneeuwballen niet weghalen. We kunnen wel hier naar beneden. Ja, dan gebeurt er niet zo gek veel. We kunnen wel vanaf hier misschien nog naar boven zo. Kijk, nu zijn we hier. Zijn we aan de andere kant van die trainster. En als we dan nu naar beneden... Nee, oké. Okay. Kijk, we kunnen alvast wel deze sneeuwbal weghalen. Oh, wacht even. We moeten hier naar boven. Hier naartoe. En dan kan ik vanaf hier ook weer een sneeuwbal weghalen. Nu moet alleen die andere sneeuwbal hier links nog weg. Oh, maar dat... Oké, die weet ik al. Dat was trouwens niet links, dat was rechts, Rick. Als jij hier naartoe gaat, dan denk ik dat we hier naar beneden moeten. Ja, kijk. En nu kunnen we vanaf het begin, kunnen we als het goed is, in één keer doorsliden naar de gymleader. Niet naar buiten gaan, niet naar buiten gaan. In één keer hier naar beneden. En doorlopen. Ja hoor, kijk. En nu zijn we er dan eindelijk. En ik heb geen idee welke Pokémon zij heeft. Dus dit wordt gewoon spannend. Hallo Candace. Ze zegt, jij wil Candace uitdagen? Heel goed. Ik was al op zoek naar iemand die sterk genoeg zou zijn. Maar ik zal je vertellen, ik ben sterk, want ik weet hoe ik me moet focussen. Pokémon, fashion, romantiek. Het gaat allemaal om focus. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Oké, Candace. Oké, let's go. Ik ben onder de indruk van wat je zegt. Laat het maar zien dan. Daar gaan we. 4 Pokémon heeft zij. Begin alsjeblieft met een ijstype Pokémon. Heel goed, dankjewel. Ze begint met Snover. En dat moet geen probleem zijn. Ik ben benieuwd waar de verrassing in zit in deze gym. Snover die laat het in ieder geval hagelen. Ja, en dan worden wij dus gewoon elke keer geraakt. Ik doe nu Flame Wheel. Maar ik had denk ik beter Power-Up Punch kunnen doen eigenlijk. Want dan had ik gelijk mijn attack even een klein beetje geboost. Is niet de beste keuze van mij. Ik was iets te gehaast. Abu gaat wel een level omhoog naar level 47 alweer. Ik krijg wat hagel op mijn bakkes. En dan nu Sneasel. Oké, met Sneasel ga ik wel Power Punch doen. Want ik wil dus mijn attack boosten. Sneasel gebruikt gelijk een berry. Oké, en die berry. Ik weet niet wat die berry precies deed. Maar ja, helemaal goed denk ik of zo. Ik bedoel, we slopen hem in één keer. Hij leeft niet meer. Die berry zorgde er dus voor dat ik minder damage deed tegen Sneasel. Maar alsnog ging dit veel te hard. Oké, mijn attack is 1 keer geboost nu. Dan moeten we nu tegen Medicham. En die is weak tegen Fairy-type moves. Dus ik denk dat ik Blade ga gebruiken. Let's go. Yo, Blade, ik heb je al een tijdje niet meer gezien, jongen. Hoe gaat het ermee? Heb je het naar je zin gehad in je Pokéball? Let's go. Medicham is level 40. Dus dit wordt serieuze koek. Play rough is super effective. Ik ben gewoon niet sneller. Ik had zo gehoopt dat ik sneller was. Zo, dat was gelijk in één keer het afscheid van Blade, onze Absol. Dan ga ik maar voor Spark. Ik heb voor de rest niet hele goede counters meer tegen Medicham. Dus dit is de verrassing. Blijkbaar is Medicham toch wel een hele goede Pokémon. Althans, tegen mijn team in ieder geval wel. Ik ben benieuwd hoe hij met Spark omgaat. Ja, dat overleeft hij ook wel aardig. Maar de volgende Spark gaat Medicham denk ik niet meer overleven. Dus het is alleen te hopen dat Simba nou de tegenstander gaat overleven. Want hij gaat weer voor Brick Break. Ja, dat is gewoon een super goede sterke aanval. Medicham, kom op. Ja, oké. Medicham is down. Maar dan heeft ze nog 1 Pokémon. En dat is waarschijnlijk haar allersterkste Pokémon. Jaws en Simba gaan een level omhoog. Jaws naar 39. En de laatste Pokémon van haar is Abomasnow. Oké, helemaal goed. Abomasnow, top. Dan kan ik gewoon Abu inzetten. Jeetje, die Medicham die kwam echt even tussendoor. Ik snap ook totaal niet wat Medicham bij een ijstype gymleader doet. Medicham is toch fighting en psychic? Wat doe je dan bij zo'n gymleader? Ik begrijp er helemaal niks van, jongens. Maar oké, maakt niet uit. Abomasnow is de laatste. Flame Wheel op zijn bakkes. Gaat het genoeg zijn? Het is genoeg. Want onze Infernape is een dikke grote baas, jongen. Hoppa, in één keer weg. Lekker. Dit is top. En zo hebben we ook Candace verslagen. En hebben we gewoon de 7e badge in de pocket, jongens. De Ice Badge. Nummertje 7. En het heet de Icicle Badge officieel. Nu kunnen we Rock Climb gaan gebruiken in de Overworld. Krijgen we nog wat stickertjes natuurlijk. Wat ik nooit echt weet wat ik daarmee moet. Want dat wil ik toch niet gebruiken. En TM72. En dat is Avalanche. En dat is best wel een goede move. Oké, let's go, jongens. We kunnen weg. Oh, Absol. Absol is weer down, jongens. Absol gaat toch wel vaak down. Ik dacht dat Absol echt een gigantische uberbaas was. En dat is die soms ook wel. Alleen als die 1 keer een super effective move op zijn bakkes krijgt, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon echt afgelopen met Absol. Oké, ik denk dus dat ik nu hier naar boven moet.
Oké. Is dit een tempel? Alleen de gekozenen, die mag de Snowpoint tempel in. We moeten weg. We mogen er niet in. Oké. Blijkbaar ben ik niet waardig genoeg om de tempel in te gaan. Ook al heb ik de gym verslagen, ik mag alsnog niet naar binnen. Waar gaat deze boot naartoe dan? Een Great Trainer, uitgekozen bij de Pokémon League. Die mag op dit schip, dus daar mogen we ook nog niet op. Moet ik dan weer terug? Jongens en meisjes, dames en heren, ik moet een plek gaan vinden, denk ik, waar ik tegen een muur op kan klimmen. Of niet, Machoke? Oh, ga je gewoon gooien met mij, joh? Hey, laat me eens even met rust, joh. Ik heb niet gevraagd dat ik jou hier tegenkwam, want het liefst kom ik helemaal geen wilde Pokémon meer tegen. Ik wil gewoon door. Maar ja, als je dan per se wil battelen, ja, kom dan maar en geef me die XP dan maar, oké? Oh, kijk, we kunnen nu wel naar binnen. Ze zijn uit de weg gegaan. Hè, Medicham, die me bij de gym toch nog even moeilijk leek te maken. Oké, let's go, we gaan naar binnen. Dankjewel dat jullie nu opeens gewoon uit de weg zijn gestapt. En dat we inderdaad hier naartoe mogen. En Chukarik, die is hier inderdaad. En die zegt, dit gaat je niet lukken, Team Galactic. En Jupiter zegt, oh, ben je al klaar? Jouw Pokémon zijn niet slecht, maar jij bent zelf ontzettend zwak. Dacht je nou echt dat je de Pokémon van dit meer kon redden? En dat je een Pokémon kampioen kon worden? Droom lekker verder, kleinkind. Maar het is zo koud. Hier, laten we teruggaan naar Veilstone Headquarters. Oftewel, ze zijn al klaar. Jupiter, jongen. Kom ook tegen mij dan. Kom dan. Kom battelen dan. Jupiter die zegt, oh, ken ik jou niet ergens van? We hebben elkaar ontmoet in Eternal City. Luister, Team Galactic gaat iets groots doen. Daarom moet je gewoon lekker uit de weg blijven bij Team Galactic. Kom niet bij me huilen over jouw arme Pokémon, net als die andere gast die daar staat. En verspeel je tijd niet door naar onze hoofdkwartier te komen in Veilstone. Nou, als je me nu excuseert... Oh, Chukarik, heb je verloren? Chukarik heeft verloren. Hij zegt, die Pokémon die Uxie heette, die was aan het lijden. Ik moet sterker worden. Het gaat niet om winnen of verliezen. Dat is niet goed genoeg. Ik moet sterker worden, zegt Chukarik. Oftewel, Team Galactic heeft ook hier gewonnen. Oh, maar we kunnen hier wel surfen. Oh, dat is lachen. We kunnen eens even kijken of hier nog wat is. Ik bedoel, de wereld gaat helemaal naar de Klo-Klo. Maar wij gaan gewoon even lekker rustig surfen op de rug van B-Barrel. En dan gaan we gewoon even kijken hier in het grotje. In Acuity Cavern. Ja, en hier is de Pokémon natuurlijk ook weg. Ja. Het is een beetje jammer. Je ziet hier inderdaad het beeld van die Pokémon. Met zijn oogjes. Het lijkt net een beetje op een Splatoon-kwal eigenlijk. Als je hier op de grond kijkt. Maar ook Uxie is gewoon weggenomen door Team Galactic, jongen. Vreselijke mensen, dat Team Galactic. Nou, meen ik me te herinneren dat hierboven ook nog wat itempjes waren. Laten we eens even kijken wat hier dan allemaal te vinden is. Voorlopig nog niet zo heel veel. Ja, hier wel. Oh ja, TM14. Blizzard. Supergoeie ice move. We hebben nu Avalanche en Blizzard. Dat zijn volgens mij zo'n beetje de twee beste ice moves. Ik ga zwemmen in dit grote meer. Het is een beetje koud en het ijs doet zeer. Ik moet niet gelijk aan te vallen, Psyduck, als ik begin te zingen. Oké, ze zeiden dus dat we niet naar Veilstone moeten. Dus wat gaan wij doen? Naar Veilstone. Ja, dit is het hoofdkwartier. Hij zegt, hé, jij bent het. Ik denk dat je mij niet meer herinnert, maar ik herinner me jou wel. Door jou hebben ze mijn Clefairy meegenomen. Ik weet niks over één sleutel. Oh, dankjewel dat je je sleutel gelijk achterlaat. Storage key, top. En die moeten we hier aan de linkerkant gaan gebruiken. Want hier hadden ze namelijk hun opslag. Ja, dat weet ik nog wel, vriend. Hoppakee, deurtje open. En gaan. We vinden een Duskstone. En dan ga ik lekker de trap af. En dan ga ik eens kijken wat ze hier allemaal in hun schild aan het voeren zijn. Hola en bonjour. Team Galactic, meneertje. Ik dacht al, hè. Ik dacht al dat jij een Zubat of Golbat zou hebben. En dus had ik Simba lekker op de eerste plek gezet. Dan gaan we die grote bakkers van Golbat eens even dichtzippen. Zo doen we dat. Heb jij toevallig ook een sleuteltje voor mij of zo? Heeft iedereen van mij een sleutel? Laat me gewoon even vallen. Nee, oké. Nou, dan ga ik door. Ja, doei. Wat ziek idee. Een bottle of zink? Is dit een doodlopende gang? Nou, dat weet ik ze net nog niet. Hij zegt, jij bent de eerste indringer die we hier, hè, ooit hebben gehad. Even een schouderklopje voor mezelf. Simba tegen Dustox. Let's go. Oef. Nee, niet toxic. Nee, dat vind ik altijd zo vervelend. Zit je me nou weer te vergiftigen, jongen? Nou moet ik weer antidootjes gaan gebruiken. Daar zit ik toch niet op te wachten. Kost allemaal geld, joh. Kost weer 100 Pokémonies voor een antidote. Dat is toch zonde van mijn geld. Waarom doe je mij dit aan? Als ik straks win van jou, dan krijg ik toch wel weer geld. Dus ja, oké, dan heb ik mijn antidote weer terugverdiend. Dan nu tegen Bronzor. Flameel. Die overleeft hij gewoon, hè, die gekke Bronzor. Het is dat Bronzor niet echt kan aanvallen, maar ja, dit doet hij altijd met Bronzor. Altijd moeten ze mij confusen. Kom op, Abu. Raak hem gewoon. Ga niet jezelf slaan. Oké, laat maar. Laat maar, Abu.
Ga maar wel jezelf slaan. Weet je, als jij daar gelukkig van wordt, Abu, ga lekker jezelf slaan, joh. Oké, top. Oké, nu gaat hij wel lekker de brons weer klappen. Maar ik weet niet, misschien vindt Infernape het wel massage om zichzelf te slaan. Ja, ik snap het niet. Ik zou het zelf nooit doen. Maar ja, je weet niet hoe die apen denken, hè? Misschien denken die apen wel gewoon zo. Oh, laat ik mezelf slaan. Oh, dit voelt wel lekker. Nou, ga ik nog een keer mezelf slaan. Ik snap het niet, maar het zal wel. Even een antidote voor Simba. En dan gaan we weer door. Hij zegt, ik ben een Team Galactic member, maar ik heb niet eens Pokémon. Oh, noob. Blijkbaar zijn die allemaal warp panels. Ja, kijk. Ja, oké. Oh, dit wordt nog een flinke puzzel, denk ik. En ondertussen moet ik natuurlijk 100.000 battles doen tegen Glammeows en zo. Kom op, spark hem kapot. Lekker, dat is in één keer. Top. Daar hebben we geen last meer van. Best wel veel Pokémon gaan bijna een level omhoog. Donald gaat nu naar level 44. Oh, je had alleen maar een klein miauw. Oh, chill. Oké, nu moeten we dus even op die panelen staan en hopen dat we uitkomen waar we willen uitkomen. Kijk, nu moeten we even hier naartoe. Ja, denk ik. Ja, dan kunnen we hier naar boven. En hier is ook weer een gele platform en een trainer. En dan kunnen we ook nog verder naar boven. Maar waar moeten we nou naartoe? Moeten we hier naar boven of niet? Of moeten we juist hier door dit paneel? En dan juist weer hier naar beneden? Dit is een gigantisch puzzeltje, jongens. Oh, maar dit is wel een grote open ruimte. Met waarschijnlijk een psychische man. Een wetenschapper genaamd Frederik. Met een kadabra. Zullen wij die kadabra eens even gaan bijten? Zo. Ja, we hebben ook nog heel even een kadabra in ons team gehad. Maar die hebben we toch maar snel weer weggedaan. Heb nog een kadabra. Hoppakeetje. Die is ook weg. Dus even kijken wat hier dan is. Oh, ik kan hier ook weer naar beneden. Ah. Wat een puzzel, joh. Hier ligt wel een pokeball. Sludgebomb. Oeh, hele goede poison-type move. En hier ligt nog iets. De sleutel van Team Galactic. Zijn we er dan al? Zijn we al waar we moeten zijn? Nou, jongens, dat gaan we in de volgende aflevering zien. In de volgende aflevering blijven we dit gebouw filtreren. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!